Ik kan niet geloven dat ik dit aan het doen ben. Maar ik doe het toch. Hey, hallo en welkom weer bij deze nieuwe video. Dolly komt er gezellig bij. Nou, jongens, het is me een weekje wel. Het begint weer lekker koud en cozy te worden. Mijn truien hangen weer aan het rek. Ze zijn weer tevoorschijn gekomen. Het wordt herfst. En daarom leek het me een prima idee om vandaag de hele dag binnen te blijven. En niet zomaar binnen, nee. Nee. Ik ga mezelf vandaag 24 uur lang opsluiten in mijn mini-badkamer. Mijn badkamer is echt heel erg klein. En begrijp me niet verkeerd, hij is groot genoeg om te poepen, te pissen, te kakken, te douchen, mijn haar te doen, skincare routine, tanden te poetsen. Daar is die badkamer prima voor. Maar om er 24 uur in te leven, I don't know. Daar gaan we vandaag dus achter komen. Trouwens jongens, mochten jullie mijn vorige video hebben gemist, ik ben momenteel heel veel aan het livestreamen op Twitch. Dus volg je me daar nog niet, volg me dan zeker even op twitch.tv/onnestream. Woensdagavond 30 september, 7 uur 's avonds, ben ik weer een paar uurtjes live voor jullie. Volg mij op Twitch, het linkje staat onder in de beschrijving. En dan nog een hele leuke mededeling. Ik heb laatst dus mijn kledingkast opgeruimd. En daar kwam een heleboel uit wat ik aan jullie ga verkopen op United Wardrobe. Mijn United Wardrobe staat dus vol met nieuwe items die jullie van mij kunnen kopen. Er zitten echt een hele hoop leuke dingen bij. Dus ik zou zeggen, sla je slag, wees er heel snel bij. Linkje staat ook onder in de beschrijving. Ja, en voor degenen die het niet kennen, United Wardrobe is een app, een website waar jij je oude kleren of kleren die je niet meer draagt kunt verkopen. Het gaat super makkelijk en het is heel erg veilig voor zowel de verkoper als de koper. Als je daar iets koopt, dan houdt een United Wardrobe het geld vast totdat jij aangeeft dat het product ontvangen is. En zo krijgt de verkoper pas het geld zodra je aangeeft dat alles is voltooid en het item naar wens is. Op het moment dat ik zelf bezig was met mijn eigen pagina kwam ik zelf een paar hele mooie pareltjes tegen. Ik was op zoek naar een paar rechte jeans met een split aan de onderkant. Nou, die heb ik gevonden, waaronder deze hele mooie broek. Is dus helemaal nieuw. De kaartjes zitten er gewoon nog aan. Met een split aan de onderkant. Precies wat ik zocht. En voor de zekerheid heb ik er dus nog eentje gekocht. Deze is van Lovies. Ook met een split. Ik ben echt heel erg blij met deze twee broekjes. Eigenlijk vind ik alle items wat ik dus daar heb gekocht laatst echt fantastisch. Maar deze jas, dit is de perfecte leather jacket. Van de Zara, een beetje baggy. Perfect voor in de herfst en eventueel voor in de winter. Want hier passen dus mijn truien onder. Het is zo'n mooie jas. Ik heb denk ik echt nog nooit zo'n fijne leren jas gehad. Ik ben er zo blij mee. Dan heb ik nog een heel leuk jurkje van Nikki. En ja, ik vond deze gewoon ontzettend schattig. En hij is gewoon gloednieuw. Natuurlijk super leuk als je zoiets weet te vinden voor een veel leuker bedrag dan de originele prijs. Deze was 60 euro duurder dan wat ik ervoor heb betaald. Maar dit is toch wel de absolute klapper. Gloednieuwe Dr. Martens. Zul je misschien denken, Dionne, heb je niet onderhand al de hele collectie van Dr. Martens? Maar deze had ik dus nog niet. Die heeft een rits aan de voorkant. Plus, het is toch een ander soort leer met een ander relief. Maar vooral dit hier, zo met die veter en de rits in het midden. Dit zijn dus allemaal items die ik heel graag wilde en die ik op United Wardrobe vond voor een veel lagere prijs. Terwijl alles is bijna gloednieuw. Dus ik ben er heel erg blij mee. Dus wil je weten wat ik verkoop op United Wardrobe? Het linkje staat onder in de beschrijving. Voordat ik ga beginnen met deze 24 uur in mijn mini badkamer challenge, is het natuurlijk eerst tijd voor S Onnedy, de shoutoutjes. Als jij een superleuke comment plaatst onder deze hashtag, maak je kans om de volgende video een van de 3 shoutouts te krijgen. Ik heb weer 3 leuke comments uit de vorige video gehaald. En dat was de video dat ik dus heb aangekondigd dat ik ga livestreamen op Twitch. De eerste shoutout is voor Imme Hupkes. Leuk! Meer vrouwelijke streamers. Heb heel veel zin om naar jouw streams te kijken. Hashtag girlpower. Thanks. De volgende shoutout is voor Noor van Hentenrijk. Wanneer ga je nog eens live op Twitch? Nou, dat antwoord heb ik net al gegeven, maar morgenavond om 7 uur ben ik er weer voor jullie. Volgende shout-out is voor Kiana Keukelier. Hey, ik heb een leuk video-idee. Misschien dat je eens een 24-uur-challenge kan doen. Groetjes uit België. Nou Kiana, ik heb een verrassing voor jou. Gaan nu die challenge doen. 24 uur in mijn superkleine badkamer. Ga er lekker voor zitten. Abonneer natuurlijk eerst eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Klik erbij ook eventjes dat belletje aan. Zo krijg je altijd een berichtje
als ik een nieuwe video heb gepost. Nou, daar staan we dan in de badkamer. Dit is waar we de komende 24 uur het gaan doen met elkaar. Of nou ja, we gaan hier overleven. 24 uur, dat is de challenge. Het is iets voor 10:30 op dit moment. Ik heb dus nog de tijd om wat spullen naar de badkamer te verplaatsen. Ik heb hier alvast mijn laptop, mijn Nintendo Switch, opladers, verlengsnoer. Weet ik veel wat allemaal. En ik heb dus helemaal geen ramen in mijn badkamer. Het staat midden in mijn huis. Daar is mijn slaapkamer, daar is mijn kledingkamer. Dus we hebben helemaal geen daglicht. Vandaar dat jullie zeg maar mijn filmlampen zo gereflecteerd zien in de tegels. Daar kan ik even helemaal niks aan doen. Even een paar dingen die ik wil laten zien. Ik heb speciaal een waterpark gekocht. Ik denk dat we ons zo erg gaan vervelen. Ik dacht, ik koop een waterpark. Want wat kan je nou beter doen in een badkamer dan een waterpark opzetten? Dus ik heb echt een waterpark voor driejarigen gekocht. Die je eigenlijk hoort te gebruiken in de tuin. Maar whatever, ik dacht, het lijkt me heel erg cool. Ik heb een waterkoker, ik heb noedels, ik heb van alles om het hier te kunnen overleven. Aardbeien en natuurlijk een luchtbed met een pomp. Want heel veel mensen zie ik dit doen en dan overnachten ze in een badkuip. Ik heb geen badkuip, ik heb alleen maar een douche. Dus ja, daar kunnen we niet echt iets mee. We gaan deze hele vloer bombarderen tot bed. Hoe dit er uiteindelijk uit gaat zien, ik weet niet. Ik weet niet eens of dat luchtbed hier past. Maar dat is in ieder geval eventjes stap 1. Van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's ochtends de volgende dag. Let's go. We gaan heel snel beginnen met het luchtbed. Ik heb speciaal een nieuwe gekocht bij de Action. Ik denk dat die hier precies past. Ik hoop het tenminste. En deze heb ik ook gekocht. Eigenlijk gewoon om te bewaren voor later. Maar ik kan het niet laten. Ik ga deze alvast soldaat maken. Deze is voor mij. Moment van de waarheid. Gaat dit luchtbed hier passen? Ja of nee? Ik hoop het zo erg. Oeh, dit gaat wel lekker cozy worden hoor. De hele vloer wordt er wel mee bedekt, maar uiteindelijk gaat dit dus wel lukken. Ja, dit is dan hoe het eruit komt te zien jongens. Kijk, daar staan jullie, gezellig. De hele vloer wordt bedekt en het past dus net aan, dus we hebben geluk. Nou, dat paste allemaal net aan, gelukkig. De douchedeur kan niet meer dicht. Ik ga straks wel douchen, dus ik moet dan een beetje uitkijken dat het beddengoed niet nat wordt. En daarover gesproken, ik ga het beddengoed even pakken. Dus kussens, dekens, et cetera. Om het hier gewoon echt even cozy te maken en echt eventjes een bedje op te maken. Dus ja, als we daarmee klaar zijn, dan kunnen we echt gaan beginnen. Zo. Oké. En hier zijn we dan. Oh, dit ligt eigenlijk best wel lekker. Ik zou zo best wel kunnen slapen eigenlijk. Volgens mij moeten we bijna beginnen. Ik vraag me echt af hoe dat gaat met douchen. Ik moet echt heel erg goed opletten dat ik de boel hier niet zeiknat ga maken. Hey Doel, wat vind je ervan? Dit is toch niet zo erg, hè? Het is inmiddels 11 uur. Dat betekent dat onze challenge van start is gegaan. Ik mag hier niet meer weg. Ik heb wel wat voorzorgsmaatregelen genomen omtrent Dolly. Want Dolly is natuurlijk hier thuis en ik heb een hele lieve buurvrouw. Ik heb haar een sleutel van tevoren gegeven. En zij komt Dolly vandaag nog 2 keer uitlaten. Ik heb haar vanochtend natuurlijk al uitgelaten, dus dat zit helemaal goed. Komt de buurvrouw jou lekker uitlaten? Deze challenge wordt voor mij extra moeilijk. Want ik zie heel veel mensen deze challenge ook doen. Maar die hebben gewoon mensen thuis zitten die kunnen helpen. Dat heb ik dus niet, want ik woon helemaal alleen. Op het moment dat ik iets vergeten ben, heb ik gewoon dikke vet pech. Ik ga jullie nu even laten zien wat ik allemaal aan spulletjes heb meegenomen. We hebben hier natuurlijk het waterpark. Ik weet niet in hoeverre dat gaat lukken, aangezien mijn luchtbed half de douche ingaat. Verder, dit is mijn avondeten. Is een beetje karig, maar ja, er moest iets verzonnen worden. Deze crackertjes, altijd lekker als tussendoortje. Brood. Dit is fijn, want ik heb hier natuurlijk gewoon een kraan. En dan heb ik hier nog een hele leuke tas. Koude blikjes Cola Zero. Ze zijn nu nog koud. Wat lekkers witte chocoladepepernoten. Heb ik hier, dat vond ik nog wel leuk, bubbeltennis. En in de badkamer horen bubbels. Oh, deze zat in de tas. Die kunnen we natuurlijk even gaan testen. Maar ik heb een nieuwe controller gekocht voor de Nintendo Switch. Ik vond deze er heel mooi uitzien. Verder nog wat Pokémon kaarten. Het leek me leuk om dat samen met jullie te gaan unboxen. Dus ik denk dat we deze 24 uur prima met elkaar gaan overleven. Oh ja, ik heb nog 1 ding vergeten. Het staat hier. Hier is die. Dit is mijn Omnicord. Het is een instrument uit de jaren 80 volgens mij. En deze is heel oud. Ik heb het pas geleden op eBay besteld. Komt uit Engeland. Ik vind het echt een fantastisch ding. Maar ik denk, ik neem dit mee, want ik moet dit dus nog leren. Ik ben helemaal in de stemming. Hier klik je dus de akkoorden in.
En dan heb je hier de harp. Oké, ik kan het niet, nog niet. Het is vrij simpel. Ja, ik ben hier dus helemaal nog niet zo in thuis. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe ver ik hiermee kan gaan. In hoeverre kun je hier een liedje mee spelen. Dus ja, daarom heb ik mijn Omnicord meegenomen. Ik denk dat dat een hele leuke bezigheid gaat zijn voor ons. Maar de allereerste stap, ik ga maar eens even een douche nemen. Want mijn haar moet nodig gewassen worden. Ik heb hier de föhn liggen, dus dat komt wel goed. Oh, ik heb wel echt een lekkere douche gehad. Ik ga mijn haar maar eens even drogen. Dat betekent dat ik het hier eventjes moet gaan opruimen. Oké, ik voel me nu heel lang, want ik sta op mijn luchtbed. Nat haar kan is eigenlijk helemaal niet goed, maar het is even niet anders. Ik doe eerst een hitteprotector in mijn haar. En dit is een soort van verdikkingsspreetje. Dat doe ik alleen maar bij de aanzet. En die masseer ik even lekker in. Trouwens, ik heb mijn Onnodine merch weer een keertje aan. Dit shirt en heel veel andere leuke dingen kunnen jullie natuurlijk nog steeds bestellen op onneshop.nl. Link staat ook altijd onder in de beschrijving. Nou, let's go! Dus, het föhnen is klaar. Ik heb er dus echt heel veel behoefte aan om nu mijn tanden te gaan poetsen. Maar het is lunchtijd, dus het lijkt me eerst verstandig om maar eens eventjes een boterhammetje te gaan smeren. En dat eerst maar eens even op te eten. En daarna ga ik dus mijn tanden poetsen. Ik heb hier super handig van die mini-jammetjes. Ik ben de boter vergeten mee te nemen, dus mijn boterham wordt boterloos. En ik ben borden vergeten, dus ik moet het gewoon hier smeren in de wasbak. En dat is ook niet zo heel erg eigenlijk. Pak denk ik gewoon mijn telefoon erbij. En ik eet gewoon lekker mijn broodje even op. Ik heb, zoals ik net al liet zien, een nieuwe controller op de Nintendo Switch. Ik hoop zo erg dat hij eigenlijk al een beetje batterij in zich heeft, zodat ik hem meteen met jullie kan testen. De Switch heeft natuurlijk van die Joy-Cons hier aan de zijkant. Hier en hier, die kun je eraf halen en dan kun je daarmee spelen. Ik vind het dus veel relaxter om gewoon een grote controller in mijn handen te hebben. Dus dit vind ik top. Het begint gelijk al licht te geven. Ik ga mijn Switch aanzetten. Ik ben zo dom. Ik denk dat ik hem dus vandaag op standby heb laten staan, want hij is leeg. Dus dit is al één ding wat gaat afvallen. Willen jullie weten of deze controller gaat werken, dan moeten jullie gewoon mijn stream gaan checken, want ik kan hier even helemaal niks mee. Hiermee gaan al heel wat leuke uurtjes verloren die ik in petto had, want ik had zoveel zin om Mario Party te spelen. Daarvan heb ik de oplader dus ook niet hier, dus dat valt al af. Dus ik denk dat we dan maar overgaan tot hetgene wat ik eigenlijk het leukst vind, en dat is de Omnicord. We gaan daar maar eens eventjes wat dingetjes op spelen. Ik ga gewoon even een tutorial volgen, denk ik. Even kijken hoe ver ik kom. Ik denk dat ik daar al zeker 1 à 2 uur zoet mee kan zijn. Lastig. Strangers wear a song. Why carry on without me? Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. Guess I need you, pain. Weet je wat? Ik vind dat ik al heel ver ben gekomen. Ik ben echt wel een tijdje verder nu. Tijd voor bubbeltennis. Ik begin me nu trouwens wel een beetje te vervelen of zo. Het zijn echt wel 4 muren dicht op elkaar. Dolly wordt nu in ieder geval sowieso uitgelaten trouwens. Dus die komt straks terug. Dus de bubbelvloeistof hebben we. Een bakkie. Een tuitje. Eens even zien wat we moeten doen. Eerst moeten we schudden. Oh, ik baal zo erg van mijn Nintendo Switch. Ik had er zoveel uren in kunnen steken, maar ja. Hoppa. Oh. Oké, nou, dat de bubbel vast blijft plakken, dat is natuurlijk ook heel wat. Oh, ja. Oeh. Ah,
staat op de tutorial dat hij, als die droog is, dat hij het beste werkt. Maar ik heb er nu al 3 bellen op laten splatten. En nu is dat ding al helemaal vochtig. Het werkt niet. Alles is hier ook gewoon een zooi aan het worden. Alles gaat over mijn bed heen. Weet je wat het is? Dit soort dingen maak je heel erg gefrustreerd. Maar uiteindelijk blijf je het doen. Het is wel een soort verslavend of zo. Omdat je wilt dat het werkt. Ja. Oké, kijk, daar gaat hij. Ja. Oké, we zijn aan het tennissen met een bubbel. Woe. Oh, dit is leuk. Oké, we gaan eens even kijken wat we nog meer kunnen doen. Weet je wat? Het is gewoon hoog tijd voor een film. We kunnen niet Nintendo Switchen, maar we kunnen natuurlijk wel gewoon even een uurtje film kijken. Of misschien kan ik een serie vinden waar ik me heel lang mee kan vermaken, wie weet. We gaan gewoon eens even op zoek. Oh ja, Dolly is inmiddels weer terug. Dolly... Oh, af en toe vraagt ze zoveel aandacht. Wil je aandacht? 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 Er is nu zo'n film met Millie Bobby Brown. Die heet Enola Holmes. Ik ga die maar eens even aanklikken. En die duurt 2 uur. Dus dan zijn we gelijk lekker 2 uurtjes verder. Daar mogen mijn witte chocoladekruidnoten natuurlijk niet bij ontbreken. Dus ik ben hier lekker met Dolly, mijn laptopje. We gaan deze film maar eens even kijken. Hij is afgelopen en het was echt een super toffe film. Zeker een aanrader als je Netflix hebt. Enola Holmes, heel erg cool. Oké, we zijn nu best wel een tijdje verder. Het is tijd voor avondeten. Noedels. Het lijkt hier zo ongelooflijk donker. Het komt gewoon echt omdat het een hele donkere dag is en omdat hier dus gewoon geen ramen in de buurt zijn. Nu heb ik echt hele handige noedels gekocht met al een bakje. Dus ik heb alleen maar een vork nodig. En gekookt water. En ik heb mijn waterkoker natuurlijk mee. Tot nu toe gaat het hier allemaal heel erg goed. Alleen het enige waar ik me gewoon aan stoor is dat het hier zo'n ontzettende bende en dat het zo klein is. Dus echt die haren die irriteren me. Alle spullen die ik in mijn zicht zie irriteren me. Dus ja, dat zijn een klein beetje de dingen die mij op dit moment een klein beetje in de weg staan. Ik hoop dat het gewoon heel snel avond is, zodat we gewoon lekker kunnen slapen. En dan is het zo morgen en is deze challenge voorbij. Ik denk dat slapen gewoon wel prima gaat. Deze maken we even open. Vullen tot het randje. Jongens, dit is helemaal natuurlijk niet gezond om avond te eten, maar ik heb natuurlijk helemaal geen andere manier om warm te eten als ik hier in mijn badkamer zit. Dus dit is eigenlijk voor nu de enige oplossing. Ik ben het gewoon echt beu om in dit bed te liggen. Ik wil het gewoon opruimen. Ik wil gewoon naar mijn eigen bed. Oh. Ik ga er gewoon lekker een YouTube-filmpje bij kijken. Wat en vragen en dat je er dan een antwoord op kreeg. Maar ik stel voor, laten we gewoon wettelijk vastleggen dat als je dan toch wilt knippen... Ik kan niet geloven dat ik dit aan het doen ben. Maar ik doe het toch. Lekker plassen in het bijzijn van al mijn kijkers. Oh, zo jongens. Mijn wc-papier is op. Er zit nog 1 velletje aan en daar red ik het nu wel mee. We zijn trouwens over de helft. Het is iets over 11. Tijd voor mijn skincare routine. Woe! Oh jongens, het gaat allemaal fout vandaag. Ik ga als eerst mijn make-up eraf halen. Even de nepwimpers eraf, want ik draag eigenlijk bijna altijd als ik een video opneem wel een wimpertje. Zo, tonic. Serumpie onder mijn nachtcreme. Hoppakee. Oh, mijn handen ruiken helemaal naar die drap die je zeg maar bij die noedels hebt zitten. Er zit heel veel knoflook in. Ik heb echt zo'n soort knoflooklucht op mijn gezicht zitten nu, want het zit dus aan mijn vingers. Top. Heel lekker. Oké, lekker nachtcrempie. Smeren ook even lekker op de poren. Dolly! We gaan slapen. Kom je slapen? Dit licht doe ik uit. Dit licht ook. Ik gebruik even het zaklampje van mijn telefoon. Maar het licht is best wel prima hier. Als het licht uit is en ik zie niet die troep om me heen. En dat het hier zo
ontiegelijk klein is, dan is het eigenlijk al goed te doen. Dus ik ga gewoon mijn ogen sluiten. Ik ben ook best wel moe, ondanks dat ik niks gedaan heb. Maar daar word je juist natuurlijk een beetje lui van. Ik vind deze challenge oprecht wel een stuk moeilijker dan de slaapkamer. Maar we gaan de lichten uitdoen. En dan gaan we lekker tukkie doen. Toch, Dol? Ja, Dolly. Ja. Ik heb een lampje aan laten staan op mijn slaapkamer. En dat is niet zo erg. Maar ik slaap dus niet zo goed met licht. Er schijnt nu best wel een beetje licht hier. Zoals je kunt zien. Want nu zijn alle lichten uit. En je ziet mij nog steeds praten. Als het goed is. Ja, mochten jullie mij de volgende ochtend terugzien. Dan is het goed gegaan. Oké, jongens. Het is toch iets pittiger dan ik had gedacht. Het is gewoon een andere ruimte. Het is nu 3:50. Ja, ik kan jullie in ieder geval de update geven dat het niet helemaal lukt met goed slapen. Helaas is er ook niemand op dit moment wakker die ik gezellig kan appen of zo. Dus ik zit me dood te vervelen. Dus ik heb een soort van plafonddienst. Een hele goede morgen, jongens. Ze heeft geslapen. Ook al waren het maar een paar uurtjes. Ik heb geslapen in mijn badkamer. Heel raar. Maar ja, als YouTuber doe je nou eenmaal rare dingen. Ik kan trouwens echt niet wachten om die zooi hier op te ruimen. Ik zie daar nog dat noedelbakje staan, limonade. Overal ligt wel iets, omdat ik gewoon geen tafeltje heb om het op te zetten. Onze tijd zit er bijna op, want het is 9:15. Dus dat betekent dat we nog 2 uur en een kwartiertje hebben. En dan heb ik de challenge gehaald. Dus dat is top. Proost. Nou. Ik heb natuurlijk dit nog, jongens. En ik ben me nu weer een beetje aan het vervelen. Maar ik denk, dit kunnen we nog wel even doen. Anders heb ik het voor Jan Joker gekocht. Dit doet mij dus een beetje denken aan die enorme glijbaan in Duinruil, zeg maar. Die enorme, dan moet je ook zo'n trechter door en zo. En dan kom je in zo'n enorme koepel terecht en dan draai je rondjes. Nou ja, oké, dit is het. Dan hebben we hier nog een bakkie. Oh, dit is schattig. Nou, tot zover het waterpark. Ik denk dat het heel leuk is voor je kleintje om in de tuin te spelen. Het enige nadeel is dat deze dus helemaal niks deden. Vandaar dat het waterpark een dikke meuk heeft verdiend. Daarom dacht ik ook dat het een goed idee was om zoiets te kopen. En het is inmiddels 11 uur. Dus dat betekent dat mijn challenge in deze badkamer erop zit. Ik ben het ook helemaal beu. Telkens als ik zo'n 24 uur challenge heb gedaan. Dat had ik met de Sims. Dat had ik met mijn slaapkamer. Nee, ik doe dit nooit meer. En telkens elke challenge wordt het ook erger en erger. Weg uit dit hol, dit benauwde hol. Oh, wat een vrijheid. Kijk nou even wat voor enorme bende dit is. Kunnen jullie je voorstellen dat je het hier heel erg benauwd van krijgt op het moment dat je hier 24 uur moet zitten? Whatever, het zit erop. Oh jongens, 24 uur. Ik heb het overleefd. Ik vond het lastig, met name vooral, en ik blijf het herhalen, vond ik het gewoon heel pittig. Om al die zooi om me heen te hebben. Het was gewoon een bombardement, een explosie aan spullen om me heen. Ik kon gewoon niet lopen, ik kon nergens staan waar niks lag. Hopelijk vonden jullie het leuk om naar te kijken. Doe in dat geval natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk ook niet om op mijn kanaal te abonneren om bij de Oze Leuke Onnenfamilie te horen. Klik erbij natuurlijk altijd het belletje aan, zo krijg je altijd een notificatie als ik weer een video heb gepost. Dus hopelijk tot heel snel. En morgenavond natuurlijk live op Twitch om 7 uur. Wees erbij. Het link staat onder in de beschrijving. Dus dan zeg ik toedeledokie. Dikke doei. Dag.